zoals ik zie, een nieuwe Black Ops 2 commentary. Dit is niet eens weer een nieuwe Black Ops, maar dit is de eerste fucking commentary van Black Ops 2. En Jesus Christ, wat heb ik hier een moeite voor moeten doen, echt waar. Ik had de game gewoon kunnen kopen via Steam voor 60 euro. Maar ja, onze money whore Boyd, die vond 60 euro een beetje te veel voor dit spel. Dit is mijn eerste Call of Duty, ik heb hem eindelijk een keer gekocht. En ik dacht van, nou ja, de game ziet er aardig uit, weet je. Ze hebben de kleuren teruggebracht. Ik heb Modern Warfare 3 natuurlijk obviously gezien. En ze hebben de kleuren een beetje meer teruggebracht. En de game heeft nu ook score streaks en... Ja, ik weet niet. Het klinkt allemaal veel beter dan dat het... Oh, fuck sake. Het klinkt allemaal stukken beter dan dat het was. Dus ik dacht, ik koop de game en ik had hem op internet gevonden. Voor 36 euro. Leek me een reasonable prijs, dus ik dacht van, nou, dan koop ik hem daar wel. En dat is toch beter dan 60 euro ervoor betalen, want volgens mij is dat... Ik vind nog steeds dat het de game nog niet waard is. Ik heb hem nog niet één keer gespeeld. Dit is de tweede potje dat ik nu heb gespeeld van Black Ops 2. En ja, ik ben erg benieuwd naar die game. En als jullie het leuk vinden, zeg het dan even in de reacties. In ieder geval niet haten, jongens, want hey, het is maar een spelletje, jongens. Het is maar een spelletje. En ik denk niet dat ik deze deal kan hebben, want ik heb echt een poepgun. Goddammit, ik ben net gestart. En ik heb alleen nog maar die standaard. Als ik hier naar Choose Classes ga, dan heb je ook altijd van die standaard shit. Wat is dit? Ik ga flauw benul wat voor gun dit is. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie me een beetje kunnen helpen. Want dit is natuurlijk mijn eerste Call of Duty game. Dus misschien leuke classes of iets dergelijks. Ik faal in ieder geval als een basis voor onze... Wow, ik type. Nee, ach, fuck sake. Ik was alleen maar aan het typen, oké? Okay? Jesus. Dus als jullie me zouden kunnen helpen met bepaalde classes of zo samenstellen, ik heb geen flauw benul. Dus ja, voor de gameplay moet je hier niet komen, voor de commentary misschien wel. En ja, heb gewoon plezier, dat is het belangrijkste. En deze game lijkt me heel erg veel plezier. En ik weet het eigenlijk niet, want dit is natuurlijk... Oh, fuck sake, dit is een shotgun! Fucking hell, oké, daar gaan we. Sniper, oeh. Het is een beetje dat nieuwe futuristic stijl. Dat lijkt me best tof. Dat lijkt me best tof. Ze hebben de kleur teruggebracht. Ze hebben de FOV slider. Treyarch heeft een goede ding gedaan. Ze hebben wat coole dingetjes zoals die sci-fi dingetjes. Maar het blijft natuurlijk Call of Duty. En wat de fuck gooi ik daar? Ik gooi ervan een vage UFO door de lucht. Heb ik volgens mij niet zoveel aan dat ik hem daar plaats. Maar hey, zo ben ik, weet je. Ik plaats nou helemaal graag UFO's randomly over de map. Waar zijn alle enemies? Like, there we go, yeah. Vieze bitch dat je daar een beetje aan het campen bent, hè? Ja, dat doen we niet. Oh. Als ik nou een granaat had, dan was het mooi geweest natuurlijk. Oh, what the fuck is dat? Wat gooide ik? Oké, kan ik hier naar boven? Yep. Oh, ik heb een of andere radio shit hier neergeplant. Dus... Oh, shit, ik heb ook nog een kill met die fucking... Weet ik veel. Ik heb wat Modern Warfare 3 gekeken. En volgens mij is dat zoiets als een bouncing bed die alleen dan anders... Oh, kan je hierin? Nee, natuurlijk niet. Call of Duty. Oh, de no-scope. Damn, fuck my life. Het is in ieder geval... Oké, ik heb heel veel moeite moeten doen voor dit spel. En jullie willen misschien wel weten waarom, dus dat zal ik nu uitleggen. Ik heb hem gekocht voor 36 euro. En er waren nog goedkopere versies, zoals iets van 27 euro. Dat waren de Russische versies. Zoiets was het. Tenminste, voor zover ik weet. En toen heb ik een beetje op internet gezocht. En toen bleek dus dat het aardig wat probleempjes met zich meebracht dat je zo'n Russische versie had. Je moest hem activeren via een Russisch IP. Dus dan moest je een VPN downloaden, een Virtual Private Network. En dan moest je dus net doen alsof je uit Rusland kwam. Dus dat vond ik een beetje te veel moeite. Dus ik denk, ik pak de safe route. Ik pak een Engelse versie die goedkoper is. Want ik koop vaker via deze site en dat is dan gewoon goedkope keys. En het werkt allemaal gewoon fantastisch. Dus dat, dat is gewoon beter dan gewoon op Steam kopen. Maar... Dan bestaat er toch nog zoiets als Engelse versies, maar dan de Poolse versie... Nee, Poolse versies met Engelse taal. En ze hebben me dus blijkbaar... Er stond op de website Engelse versie. Maar ze hebben me dus blijkbaar een Poolse versie gegeven. En die Poolse versie... Die... Oh shit, daar zit iemand boven. Ik gooi nog gewoon zo'n random bouncer Betty out of fucking nowhere. In de fucking... Oké, hebben we nog een... Oh, pak deze gun op. Deze gun is obviously beter dan die van mij, want... Oh, wat een camper! We got ourselves a bushwalkie over hier. Ik dacht dus dat het dus wat chill zou zijn. Ik dacht dus de safe route te pakken, hè. Dus de Engelse versie kan natuurlijk niet fout zijn. Dan krijg ik een Poolse versie. Nou, dan denk ik van, oké, nou ja, Poolse versie. Ik heb de Engelse versie gekocht. Nou ja, dat moet toch kunnen. Dan moet er toch iets van een Engelse versie op zitten. En dat zat er dus ook op. Maar...
Helaas kon die niet geactiveerd worden. Elke keer als ik de Engelse versie... Oh, dat was een camper. Hi there. Elke keer als ik een Engelse versie probeerde te activeren, dan wilde de game niet starten. En wat bleek? Steam heeft niet goed ingesteld dat als je een Poolse of Russische versie hebt, dat die dan de Engelse modus niet pakt, want dan downloadt hij die Engelse files niet. Dus ik had alleen de Poolse versie, dus ik kon alleen de Poolse versie downloaden en de Poolse versie spelen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb op internet gezocht. En op internet stond helemaal niks, behalve een paar Russische files changen en zo. Ik heb alles gedaan wat op internet stond. En het faalde allemaal als een baas. En daar hebben we de camper, dezelfde camper die al de hele dag lekker in een hoekje zit te chillen. Maar goed, even kijken, waar gaan we heen? We gaan hier naartoe en dan pakken we deze dude met een no-scope. Oh, shit's on fire, Unknown Soldier 9 heb ik gekilled. In ieder geval... Oh, wacht eens even, ik kan natuurlijk gewoon een prachtig mooie UAV inkallen. En dan vinden we natuurlijk deze dude, maar ik mis hem. Oh, ik ben zo slecht. In ieder geval, ik dacht dus, ja, ik heb dus alles geprobeerd op het internet. En ik had de Poolse versie en ik wist totaal niet meer wat ik moest. Ik heb de support gecontact van het bedrijf waar ik het had gekocht. Die had ook geen idee hoe je het moest fixen. Dus I was pretty much fucked. En ik wilde graag mijn money back. En ja, daar heb ik helaas niet om gevraagd. En wat ik toen heb gedaan is, stond de laatste fix. Mijn laatste hoop stond op internet. Namelijk, download een torrent. En download de Black Ops 2 torrent. En pak dan de files die je, zeg maar, mist. Dus de Engelse language files, pak die dan. En start de game. En yes! Eindelijk werkte het. Het is echt niet te geloven. Waar torrents wel niet goed voor zijn soms. Maar blijkbaar heeft het dus gefixt. Oh shit. Oh, en ik word geduid. Wauw. This is just like, die gast is... Welk level is hij? Hij is level 18. Oh, nee, dat is nu niet eens zo goed. Ik dacht, die gast is semi-pro of zo. Oh, shit, ik heb iets unlocked. Oh, deze gun ziet er awesome uit. Het lijkt op de MP7 in Modern Warfare 3. Jesus Christ, boy. Hoe weet je veel van Modern Warfare 3? Nou ja, ik kijk nog wel eens commentaries van bijvoorbeeld de Mr. Fish of zo, weet je. En Jericho, weet ik het allemaal. Al die awesome commentators die het alleen maar voor de commentary doen. Goed. Ja, dit ziet er wel episch uit. Dit ziet er wel leuk uit. Goed, het is dus gelukt. Het enige probleem is dat de singleplayer niet werkt, helaas. Dus de singleplayer werkt nog niet. Als het goed is, komt Steam met een fix. Maar daar staat nog niks van op internet. In ieder geval, er zou een patch moeten komen. En als dat niet komt, dan ben ik pretty much fucked up. Dus ja, hopen dat Steam die fix uitbrengt. En ja, that's about it, man. Let's go to play some Black Ops 2. Ik was erg excited. Ik had... nooit gedacht een Call of Duty game te kopen. Want Call of Duty was nooit innovatief. Innovative. Wat dus betekent dat die vernieuwend is. De game is nooit echt vernieuwend. En dat dacht ik vooralsnog ook nog niet. Totdat ik de eerste beelden zag toen op de release dag. Ik had dat zoiets van, weet je, Black Ops, helemaal geen fuck aan, bla bla, dit en dat. Zal weer dezelfde zijn als vroeger. Maar ik vind het toch... best meevallen. Ik vind ze hebben de map wat optimized. Het ziet er allemaal wel fancy uit. En het speelt natuurlijk de gameplay van Call of Duty was nooit verkeerd. Alleen, ja, het sound design is nog steeds terrible. Maar ze hebben wat leuke nieuwe dingen toegevoegd om teamwork te verbeteren. Want het was natuurlijk altijd kill-death ratio dit, kill-death ratio dat, kill-streakje dit, kill-streakje dat. Maar dat hebben ze nu gefixt. En dat mag ik wel. Like, team-based spelen zit altijd al in mijn bloed. De Battlefield mentaliteit. Om natuurlijk gewoon altijd PTFO te doen. Play the fucking objective. En dat hebben ze nu dus gedaan. De killstreaks zijn nu geen killstreaks meer, maar scorestreaks. Dus hoe beter jij je objective speelt, hoe beter je scorestreaks je krijgt. Dus dat lijkt me wel tof. Ik ben erg benieuwd. In ieder geval, vonden jullie dit nou leuk? Dislike het niet omdat het Call of Duty is. Dislike het alleen als je mijn commentary stijl niet leuk vindt, of weet ik het allemaal. In ieder geval, ik heb een kill death ratio van plus. Hey, you're welcome. Maar in ieder geval, bedankt voor het kijken. Vond je dat leuk? Geef dan even dat duimpje omhoog, dan kan ik zien dat ik het goed doe. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace out.